Alright, good morning. Hier zijn we Yes, weer. goedemorgen, Griet. We zijn woensdag de 13e. Ja, nog een weekje. Nog Spannend. een weekje. Ja. Wat is er binnen een week? Oh, de open tafel, de kick-off. Yes. Ja, we kijken er echt naar uit, hè. Maar zowel hij of ik, we spelen eigenlijk altijd met massa's vragen dat we eigenlijk een keer over willen brainstormen. En dat is eigenlijk de dinges van de Open Tafel 2.0. Maar ja, als wij een babbelke doen, dat is altijd een keer tof, hè, Greet? Yes, zeker en vast, zeker en vast. En we zaten deze morgen te denken, waar gaan we het vandaag over hebben? Hè? Want sommige mensen die denken misschien, oh, die hebben zo'n ganse lijst waar ze het willen over hebben. Zo. Nee, niets is minder waar. We gaan helemaal op het gevoel, wat leeft er? En dan hebben we onze vraag. En waar dat we het eigenlijk vandaag wilden over hebben, en Samia, ik ga u dan direct ook de vraag stellen. Is belangrijk risicovolle beslissingen, allee, of die aanvoelen als risicovolle beslissingen, heb je dat al ooit eens genomen en hoe was je ervaring daarbij? Wat we zien in dat de mensen die ons volgen, ja, die staan voor heel veel belangrijke beslissingen, eigenlijk iedereen in de wereld. Hè? Want de ene is daar alerter voor dan de andere. En we zien toch heel veel veel ondernemers belangrijke afwegingen maken met betrekking tot hun onderneming, maar ook met betrekking tot hun leven, zoals hè, moeten we verhuizen? Moeten wij ons pensioen sparen, opzeggen en met dat geld misschien gaan investeren in crypto? Moeten wij misschien onze business opdoeken en iets anders beginnen? Want misschien komen er weer maatregelen aan. Whatever. Dus, maar het hoeft zelfs niet in die tijdsgeest te zijn. Sowieso als ondernemer hebben we heel vaak belangrijke beslissingen te nemen. En de vraag is dan, hoe doen we dat? Hè? En hebben we dat zelf al eens meegemaakt? Want wat ik heel vaak merk, is dat er daar dan ook wel een angst op zit. Zo van als die dingen die aanvoelen als belangrijk, risicovol, een angst zit daarop. En dat maakt dat sommige mensen misschien niet durven de beslissing nemen, of uitstellen, of blijven research doen, of weet ik veel wat. Dus mijn vraag naar u, lieve Samia, kun jij zo een voorbeeld voor de geest halen waarin je zegt, ja, toen had ik ook even. En ik heb het toch maar gedaan, of Ja, nu, ik ben wel een persoon, als ik er echt wel voor wil gaan, dan doe ik dat ook wel. ja. Angst, meest van al angst had ik, dus ik zat in de comfortzone als boekhoudster in mijn job. Ik ging in onderaannemingen in een groter boekhoudkantoor. Ik had mijn eigen klantenportefeuille, weet je wel. En dat gaf mij ook wel zekerheden. Zekerheden naar het financiële toe. Hè. Maar ik ging letterlijk dood van binnen. Echt waar. Greet, je kunt je dat niet voorstellen. Ik had maagspieren. Ik had er nog nooit geen last van gehad. Hè. En mijn lichaam zei van een halt. En op een gegeven moment heb ik dan eigenlijk echt een keer nagedacht van wat wil ik nu in mijn leven? En ik was altijd in mijn nopjes als ik mensen kon begeleiden. Hè, dan belde ik mijn klanten hè, en ik zei van doe ik dat, doe ik dat, doe ik probeer het een keer zo. En dat deed ik echt graag. En toen heb ik echt beginnen zoeken van oké, wat ga ik nu doen? Hè? Je zit daar al jaren in die comfortzone bij wijze van spreken. Je gaat er volledig voor. En dan begint het, hè, van ja, en nu is dat wel verstandig om die stap te gaan zetten? Duizend en één scenario's passeerden hen. Dan heb ik echt op ontdekking geweest. Ik heb dan verschillende opleidingen gevolgd, omdat het mij gewoon interesseerde. En op een gegeven moment ja, moet je dan springen, hè? Moet je dan de keuze nemen. Hè? Eerst was het zo een beetje als nevenactiviteit dat ik dan de coaching en de business coaching deed. Dat was dan de start van het fundament. En ja, op een gegeven moment heb ik het dan toch gedaan. Heb ik gesprongen en dat is creepy, hè? Dat is echt creepy. Want allez, hebt u inkomsten niet meer, like of dat je zou had hebben ervoor. Hè? En
Nu sprong hij weg. Er kwam hier flitstige plots met een agenda kwam hier voor het scherm. Dus ja, inderdaad. Maar ik er spijt van? Nee, nog geen minuut. Nog geen minuut, echt waar. Ik heb er keihard moeten voor werken. Hè. Ik moet er altijd nog verder aan werken. Maar ik doe het zo graag. Ik zit echt in mijn ding en zoek weer wel teruggaan. Of zoek mijn pad opnieuw hetzelfde doen? Hoogstwaarschijnlijk wel. Omdat ik al die kennis en die ervaring en heb kunnen meenemen in hetgene wat ik nu doe. En voor mij is dat wel waardevol. En uiteindelijk voor mijn klant is dat ook waardevol. Dus ik zou hetzelfde pad gevolgd hebben als ik het opnieuw zou doen. Maar ik heb er zeker nog geen enkele minuut spijt van. I love my job. Echt waar. Hoe geweldig is dat, hè? Ja, zeker. Ja. En hij, wat deed hij... Er zijn zo verschillende van die belangrijke beslissingen die ik al in mijn leven genomen heb, zoals iedereen. En wat ik wel gemerkt heb, is dat de meest belangrijke beslissingen... Sowieso hè, nemen wij op een emotionele manier beslissingen. Hè. Sommige mensen denken, nee, ik ben de ratio zelf en ik neem rationele beslissingen. Nee, we doen dat met onze emo en nadien gaan we rationaliseren. Maar dus de meest belangrijke beslissingen, die heb ik toch echt met mijn buik of met mijn gut of met mijn hart genomen. Waarmee dan ook en minder met mijn brein. En ik denk dat jij dat dan ook gedaan hebt. Vandaar dat je dan nadien zo'n beetje een panic attack krijgt of een bezorgdheid van oei, heb ik hier wel het juiste gedaan? Omdat je die beslissing hebt genomen met een buik en je zoekt dan rationele argumenten om die beslissing te gaan goed praten, bij wijze van spreken. Maar met een man kussen, bijvoorbeeld, had ik niet vanuit mijn hart, mijn gut gezegd, kom doen, die vet, ik ga hem hier kussen, dan waren wij nu nog altijd beste vrienden. Dus ik heb daar niet te veel over nagedacht. Want de lieve, die was niet zo... we zijn goede vrienden, moeten we dat wel in gevaar brengen? Kijk, en ondertussen zijn we zoveel jaren later, 26 jaar later zeker... en dan inderdaad mijn business, mijn tweede dan. Hè. Mijn eerste business, dat was eigenlijk een easy one. Maar vooral toen ik ook business coach geworden ben, meer op personal branding, dan moest ik meer mezelf gaan verkopen. Daarvoor was ik wel al zelfstandige en verkocht ik andere mensen als interim management, kantoor. En ik had die interim managers die ik plaatste op tijdelijke opdrachten bij mijn klanten. En om een of andere reden was dat een meer smoothly beslissing. Waarschijnlijk ook omdat dat samen met een vriendin was. En dan zijn er met twee, dat is toch nog iets anders. Zij was er eigenlijk al mee bezig. Dus zij was er al een half jaar of zoiets mee bezig. En ik ben dan ingestapt. En dat leek mij minder risicovol. Terwijl ik heel veel minder ging verdienen natuurlijk. Dan daarvoor had ik wel een deftige job. Met een dikke pre en een dikke auto. Maar voor toen ik met mijn personal branding activiteit gestart ben, dan, dat was echt ook met de buik. En dan daarna had ik toch wel zo wat van die bezorgdheden. Maar wat dat er bij mij ook door mijn hoofd is gegaan, dat was die drie vragen die je kunt stellen. En toen had ik eigenlijk al de beslissing met mijn buik genomen, maar toen was ik met die rationalisering bezig. En die drie vragen die je kunt stellen, ik weet niet of ik het hier al een keer verteld heb in een van die filmpjes, maar wat. Dat is één, wat als gefaald? Want dat is de vraag die we ons altijd stellen als er een belangrijke beslissing is. En stel, je zegt van, we gaan verhuizen, we gaan off-grid gaan wonen, of ik ga al mijn geld in crypto steken, I don't know. Wat als het faalt? En dan hebben we van die doem, die rampscenario's die we bedenken, terwijl die rampscenario's weinig realistisch zijn. We denken dan altijd, ik ga failliet gaan, mijn vrienden gaan mij niet meer graag zien, mijn man gaat mij verlaten, de wereld gaat vergaan, whatever zo. Dus die faalvraag die is vaak te dramatisch voorgesteld, waardoor dat we soms bang zijn om beslissingen te nemen. En dus de betere vraag in dat geval is, of wat is mijn kans op falen realistisch gezien? Maar een andere vraag is ook, heb ik een backup plan? Stel dat het niet lukt, die business. Hè? Heb ik dan een backup plan? Kan ik dan iets anders gaan doen, bijvoorbeeld? Hè?
Dus op bijvoorbeeld in crypto, stel dat die crypto niks waard is, ja, misschien is dat niet wijs om al uw geld in crypto te zetten. Of je wilt off-grid gaan wonen in Spanje, stel dat het dat toch niks wordt, ja, heb je nog een backup plan. Kun je terugkeren naar België bijvoorbeeld. En dat is veel realistischer. En door te weten dat er een backup plan is, kun je wel al wat meer gerust zijn. En ik had dat toen ook. Ik dacht, ja, stel dat het niet lukt, ja, ik heb wel een aantal competenties waar dat ik dan wel een job mee zal vinden of misschien als freelancer al de slag gaan. Dus ik denk niet dat ik volledig failliet ga. Ik denk ook niet dat Lieven mij gaat verlaten of weet ik veel wat. Dus dat is die eerste. Wat als ik faal? En dan de tweede vraag is, wat als ik niks doe? En voor mij was dat ook, ja... Ik zat toen in die eerste business, hè, dus met die collega van mij. En dat was in HR Interim Management. En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij daar zei met je boekhouding. Dat verdiende zeer goed. Hè. Ik verdiende daar eigenlijk ongelooflijk veel geld mee. Dat was wel een plezante omgeving, maar ik ging daar eigenlijk wel een klein beetje dood. Dat was... Ja, ik voelde dat ik daar niet mijn missie aan het waarmaken was, dat ik iets anders te doen had hier op deze aardbol. En dat was niet dat. Ik had ook de intellectuele uitdaging niet meer, dus ik leer graag bij en ik vond dat een beetje saai en boring geworden. En ja, geld is belangrijk, maar voor mij is geld zeker en vast niet het belangrijkste. Soms zou ik willen van wel, want dan had ik misschien minder zotte beslissingen genomen. Maar kijk, ik heb mij niet laten leiden door het geld, zoals al zo vaak al het geval is bij mij. En ik heb wel geluisterd naar mijn hart. Dus wat als ik niks doe? Ja, dat was eigenlijk niet oké. Okay. Dan ging ik daar misschien eeuwig ter dagen in die job blijven zitten. Hè? Of in die business. Ik ging misschien heel veel geld verdiend hebben, maar ik ging daar langzaam doodgebloed hebben. En dat zit bij mij niet in mijn waarde. Een van mijn waarden is persoonlijke groei, waar dat we het ook al eens over gehad hebben. Dus hier, wat als we niks doen? Denk daar ook eens over na. En voor de mensen die met een belangrijke beslissing zitten. Jij zou het ook gehad hebben. Oké, dan ging je misschien langzaam doodgegaan hebben aan die job. Misschien aan je maagzwegen. Wie weet aan wat. Ja, en zeker. Weten we dat er ook zo interessant is? Je zegt het nu ook heel vaak en we zijn ook alle twee bezig met ons brein, met ons gevoel, met onze emoties. En inderdaad, wanneer dat je... wanneer dat je beslissingen neemt in emoties, bijvoorbeeld dat je in een negatieve emotie zit of in een positieve emotie, dan kun je inderdaad verkeerde beslissingen gaan nemen. En het is ongelooflijk, ik doe zo heel vaak die oefening met mijn klanten ook, van gewoon onnozele vragen waar ze onmiddellijk moeten op antwoorden. En dan zie je aan heel veel mensen dat ze zo... langer dan die seconde wachten en wat gebeurt er? Je ziet dat gewoon, hè? Dat is dat hoofd die onmiddellijk gaat overnemen. Ja. En dat is fenomenaal, dat is ongelooflijk. En dat is wat we eigenlijk constant doen in ons leven. We laten onmiddellijk dat hoofd overnemen. Stel bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed de eerste keer dat mijn kinderen uitgingen. Je moest ze loslaten, hè? Oh my god, de meest onmogelijke rampscenario's zijn dus gewoon wat gepasseerd. Hè? En dat is dat hoofd die inderdaad aan het tollen is. En dat is wat er gebeurt als je iets doet buiten je comfortzone. Dat is fenomenaal. Maar je kunt dat inderdaad onder controle krijgen, hè? Pas op. Hè? Maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dat is oefening. Iedere dag weer opnieuw. En wat ik zo ook fantastisch vind, dat is als je... Ik laat alsjeblieft weer het woord aan jou, Greet. Nee, doe dat dan. Dat is dat je, als een keer dat je daarmee bezig bent, dat je dan pas beseft hoeveel gedachten dan er door je hoofd dwarrelen, iedere dag. Dat is ongelooflijk. En meestal, hè, want we weten dat al, we zijn enorm geconditioneerd. Hè, meestal zijn dat dus inderdaad van die negatieve gedachten, hè, die dan oppoppen. Maar je kunt dat kantelen. En ik ben er ook al jaren mee bezig, just like van jij, Greet. En het is fantastisch wat dat doet met een mens. Dus angst, en dat is ook wat dat er nu gebeurt, hè, die angst, mensen hebben angst en ze gaan beslissingen gaan nemen vanuit dat emotionele. En angst is inderdaad een emotie dat je ervaart. Ja, absoluut. En dus... er is ook inderdaad een verschil tussen gevoelens. Hè? Dus die buik en dat hart, dat is een gevoel. Terwijl emotie, hè? Energy in motion, daar moeten we mee oppassen, inderdaad. Hè?
En die 5 seconden, hè, dat is de 5-second rule van Mel Robbins. Je hebt 5 seconden voordat uw brein het overneemt, het onderbewuste. Ja, moet je eerlijk zeggen. Als je een hens hebt, moeten gaan lopen vandaag. Pak je schoenen en 5, 4, 3, 2, 1, actie en je gaat ervoor. Ja. Binnen de 5 seconden, alleen na die 5 seconden, ja, maar het is toch geen weer om te gaan lopen. Of zou het niet beter morgen gaan lopen, want je hebt nog wat andere dingen te doen enzovoort. Dus dat is inderdaad een bewezen inderdaad in de wetenschappen, dat het, je hebt eigenlijk 5 seconden om je brein te slim af te zijn en een beslissing te nemen. En de bedoeling is dan inderdaad een eerste actie doen. Al was het maar je schoenen nemen of recht te staan of whatever te doen. Hè. Ja. Nu, om mijn verhaal inderdaad nog een keer af te maken. Dus ik had er 3 vragen. Dus 1 was, wat als ik faal? 2, wat als ik niet doe? En de 3e vraag, en die stellen mensen zich ook onvoldoende, vaak niet iedereen natuurlijk, wat als ik succesvol ben? En dan dacht ik ook zo van, oh ja, imagine, hè, mijn business, dat ik mensen kan helpen met hun brand, met hun business, en tatatata. En dus ook een beetje dat dromen, dat visualiseren, hoe zie ik de toekomst, wat als het succesvol is? Dus ook en daar ook in het gevoel gaan, in plaats van in de angst te blijven zitten van, oei, oei, wat als ik faal? Naar te gaan kijken, ja, maar wat als ik succesvol ben? Dat scenario is minstens even realistisch, wellicht veel realistischer. Hoe zou ik me dan voelen? Hoe ziet er dat uit? Enzovoort. Dus dat was die 3e vraag. En ik vond dat wel een toffe 3 vragen om inderdaad mijn beslissing die ik genomen had, ergens een beetje te gaan rationaliseren. Ja. Ja, dat is een soort van zelfcoaching. Hè? En zelfcoaching kun je perfect aanleren. En je kunt je eigenlijk gewoon onnozele vragen gaan stellen. Hè? Maar om inderdaad die ja-nee te gaan hebben. Om te gaan kijken wat dat er in je gut zit. Hè? Mm-hmm. En ja... Maar we zijn dan een beetje afgeleefd natuurlijk. Hè? Dus wij worden als mensen... hier in de westerse wereld alvast, niet echt opgeleid om, zeker de laatste paar 100 jaren niet, om naar ons gevoel te luisteren en om daar dan ook beslissingen mee te nemen. Hè. Met de opkomst van de verlichting en de wetenschappen en dergelijke, het hele mannelijke energie, hè, niks tegen mannen en vrouwen, daar gaat het niet over, maar de mannelijke energie, de yang-energie, ja, dat is heel erg in die ratio, het gaan, het moeten, de drive, de wetenschap, de ratio, dat soort zaken. En daar hebben we wel een hele veel decennia in geleefd en zo zijn we ook opgevoed. Terwijl we nu aan het kantelen zijn naar een nieuw tijdperk, waarin de yin-energie veel sterker aan bod gaat komen, de vrouwelijke energie. En de bedoeling is natuurlijk die 2 mooi in evenwicht te krijgen. Ik zeg altijd zo in dat infinity teken, ja. Dat we daar mooi in dat puntje, dat we die vrouwelijke en mannelijke energie gaan samenbrengen. En een vrouwelijke energie die gaat veel meer over afwachten, over voelen, over harmonie, over samen. Terwijl het eerste is heel individualistisch, om samen te creëren, co-creëren enzovoort. Dat is waar dat wij ook heel hard voor staan. Zonder daarom dat mannelijke willen negatief in een negatief daglicht. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we toch wel eens terug die vrouwelijke energie erbij nemen, ook in het ondernemerschap. En vandaar dat hele mannelijke ondernemerschap, dat is iets minder ons dada, van u en van mij. Mm-hmm. Niet dat daarom iets verkeerd mee is, maar dat is minder wie dat wij zijn en waar dat wij voor staan. En ik denk dat dan ook ik denk dat niet. Dat is het ook daarom dat het zo belangrijk is dat we die vrouwelijke energie erbij pakken. Dus dat co-creëren, dat samenwerken, veel meer vanuit de buik en dergelijke dingen gaan neerzetten. Vandaar ook onze open tafel. Ja, ja, echt waar. Kijk er echt naar uit. Volgens zijn echt al... de inschrijving blijven komen. Waarvoor dank iedereen die zich ingeschreven heeft. We zijn al... met een hele schone groep, met nog wat plaatsen vrij. En ik zou zeggen, van de linken vind je hieronder.
Het zal fantastisch zijn. Ik ben dus x-aantal sprekers. En we gaan inderdaad de spreker laten spreken over een bepaalde topic. En vervolgens gaan we dan gaan brainstormen met de ondernemers onder elkaar. Een vrij toffe formule, al zeggen we het zelf. Hè, maar we hebben dat een keer mogen meemaken met de 1.0. We hadden dan wel nog geen sprekers, maar anyway. Dus ja, we kijken er echt naar uit. Absoluut. En het is in Roeselare, dus 21 april. Sommige mensen vragen ons, ja, de Roeselare, dat is wel heel erg ver. Of het past ons niet. Organiseert je het nog eens opnieuw? We don't know. We gaan een beetje kijken wat dat oplevert volgende week, donderdag. Hoe plezant, hoe interessant, hoe tof het is. Wat de animo er rond is. En wie weet inderdaad naar de toekomst dat we het nog eens organiseren. Sowieso gaat er wel een traject aan verbonden worden. Dus we gaan nog meer regelmatig samenkomen, maar dat gaat dan op jaarbasis zijn. Maar zo dit event met die sprekers en dergelijke, ja, wie zal het zeggen? De kans is reëel, maar we willen nog geen uitspraak over doen. Dus als je het niet wil missen, zou ik zeggen, ja, zet alles opzij. Pak je een auto, pak dat vliegtuig of je helikopter. Hij komt naar Roeselare. En weet je, wat er ook heel fijn is, zegt van, oh, ik zit niet zitten voor alleen te komen. We hebben namelijk een actie. Kom met 2 voor de prijs van 1. Dus elke gaan kijken in uw netwerk. Een toffe vriend, vriendin, ondernemer. Breng ze mee. Of breng hem mee. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Absoluut, absoluut. Dus komen zou ik zo zeggen. Ik hoop jullie alles eens daar te zien. Ik ben van plan om heel veel knuffels uit te delen. Ik zal altijd vragen of dat je het wel wilt. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om iedereen een knuffel te geven. En heel veel mensen eindelijk eens live te zien. Mensen die ik al lang, die ik eigenlijk nog nooit heb live gezien. Die we niet leren kennen de afgelopen 2 jaar. Eerder op Facebook of andere kanalen. En die we dan eindelijk een keer kunnen live zien en een knuffel geven. En eens een fijne avond mee beleven. Ik kijk er naar uit. Me too. Voilà, lieve mensen, tot volgende week. Ciao, ciao. Bye, bye.